Een jeugdtoernooi. Ter ere van het 75-jarige jubileum. Kom maar, Frank. Adoremon, me helpen nu. Stefan, even meehelpen, hè. Mis. Henk, wat is jouw elftal? Mijn elftal is Flodders. Flodders. En ben je naar die groen of ben je naar die zonder hesje? Zonder hesjes. En hoe is dit? 2-1 voor. En de rest van het toernooi dan? Of net begonnen? We zijn de tweede wedstrijd. En de eerste wedstrijd hebben we gelijk gespeeld. 2-2. En je gaat voor kampioenschap? Uiteraard. Dat is een belangrijk iets. Uiteraard, we gaan. En jouw team is samengesteld uit jouw elftal of is jouw team samengesteld uit jongens van allerlei elftal? Allerlei elftal. Alleen van de D-groep dan. Maar je hebt er natuurlijk wel voor gezorgd dat je de beste bij elkaar hebt. Uiteraard. Ja, dat is Henk, hè? Tuurlijk. Is dat met je eigen elftal ook zo, dat je de beste bij elkaar zacht hebt? Ja. En bevalt dat goed? Prima. En vind je ook echt dat je goed werk verricht hebt daar met al die goede zoeken? Ik verricht alleen maar goed werk. Henk, succes vandaag. Ja, dat is goed. Hard werken, of niet? Ben je van hetzelfde team? Ben je samen leider van het team? Freelance. Freelance. Betaalt dat goed, of niet? Dus de vereniging is gek met doen. Maar heel belangrijk. Nee, hoe je nou vandaag in zit. Van Johan. Welke Johan? Leutzik. Nou, en gaan jullie ook kampioen worden vandaag of niet? Tuurlijk. En wat kun je winnen? Een grote beker? Nederland. Je staat erop. Boom. Hij maakt zo'n foto van Bluffy. Stond in beeld. En hij neemt dus een foto neemt op. Gemaakt op. 6 september 1997. Nee. Mag ik eens kijken? Robert, wat is hier aan de hand? Beslissingswedstrijd? In de pauze. Oh, in de pauze? En wie speelt die tegen wie dan? Dat zijn alle eetjes. Alle eetjes, onder elkaar. Nou, en wie is de beste? Allemaal de... Zijn jullie de beste van de hele vereniging? Heb jij goals gemaakt of niet? Ja, ik ook. Ik heb 2 goals. Hier, daar komt hij. Ben met 10-2 gewonnen. Goed zo, klein meisje. 2-1 maar pakken. 3 wordt er. André, wordt eerlijk gevoetbald vandaag? Het wordt eerlijk gevoetbald. Ja? Wordt eerlijk gevoetbald. Dat is belangrijk, hè? Een heugelijke dag, jongen. Hier. Goed zo. Keeper test in duister. Marilyn! Nou, keeper, laat je nou één keer zien dat je goed kan keepen, hè? Want nu kom je op de film. Ga naar de Telegraaf toe, deze film. Even wachten. Er zijn er 3 mensen over, begrijp ik, of niet? Johnny Esters? Aan de kant. En er zijn er nog steeds 3 over, of niet? Er zijn er nog 3 over. Stefan, ja, komt ie. Ah, jongen. Goed zo, Tim. Ga eens aan de kant, jongens. Ga eens even aan de kant. Tot hoe laat duurt dit, als dat zo doorgaat? Ja, maar ze zijn zo goed allemaal. Even naar de kant, jongens. Ja, finale! Wie is er naar open, nou? Nog 2. John en Tim. Finale! Welke 2? John? John en Tim. John Lubbers en Tim. Tim Grouwe. Nou. Goeie pijl. Heel dan moet je maken, hè? John heeft hem weer gemaakt. En nu is Grouwe weer aan de beurt. Laatste keer misschien wel. Laat het jongen. Ik wacht weer dat niet.
Het gaat door en door, hè? Bandje was op, bandje zwart op. Nou kan Tim de winnaar worden. Kan je ook direct serie schrijven? Ja. Sjaga. Hij maakt die zo'n mooie. Nou, gaaf hé. Het heeft voor te stellen. Ja. Nee, het is voor de eeuwigheid. Ben je geopereerd? Ja. Ja, aan beide voeten. Nee. Zo. Op de foto. Ja, kan je foto's meemaken en filmen. Ja. Ja. Denk maar of je op de duim doet. Of je op de duim zuigt. Maar dat doe je niet, of wel? Als het niet goed is, alles goed? Slecht. Mooie dag van maken, hè? Zeker weer. Hoe is uw vader dan, hoor? Ja, is er wel, hè? Kom, ja. Is er wel, hè? Kan je hem hier ook zien, nou? Ja.
Ja dan. Even met z'n tweeën in de vrieskast. Dankjewel. Dankjewel. Dat is waar dat ik in de buurt zit op het moment. Ja, dan kun je niks vertellen wie dit score doet. Ik kom voor zoveel weer. Dit dan. Schaap, cetera. Alleen even kennen zijn de Ritsen. Ik heb een kwaai. Het kijkt vandaag een Rits. Veronica. Maar mij is ook wel. Gilleper. Dat is je Gilleper. Wie is het met hem? Ja. Geen foto met Flits. Ja, hem erop staan. Foto erop staan. Zit er al op. Kijk. Hier, hier. Perfect beelden, hè? Echt. Helemaal super scherp. Ja? Ja. Ik kan zelf helemaal zo. Dat is wat vier. Kijk, zijn foto. Ja. Zie je? Ja, hier is het. Niet is scherp. Die speelt er ook wel. Is dat nieuws hier, hè? Ja. Kan weer nieuw. Momenteel onze jubilerende bestuur. Welkom allemaal. En 75 jaar, dat is natuurlijk heel wat. Van 75 jaar geleden, toen vonden ze hier in Enter ook dat we maar moesten beginnen met een voetbalclub. Ook het dorpsgebeuren was hier actief. We wilden erbij betrokken zijn en ook een beetje saamhorigheid betonen in het Twentse. En bijzonder van een voetbal. De Bond en het Bondscafé, CQ Clubcafé, waren toen belangrijke trefpunten waar het een en ander zich vaak ging afspelen. Bekende begrippen werden hier eigenlijk ook gekleed met de bewuste bekers die hier nog zijn. Waar fel om gestreden is, als je daarna naar die ouden vraagt, dan zegt ze dat was wat identiek. Die bekers die spraken aan. Nu iets minder, toch ook de prestaties. Daarna zijn we begonnen met gewoon de verhuizing ook hier achter de kerk, wat toch een grote historie binnen de SV Enter geweest is. Daar is de uitbreiding in 1969. Daar moest een hoop gebeuren, een verschuiving in andere plaatsen, zeg je. Maar toen kwamen ook de werkzaamheden, die namen ook duidelijk toe. Veel werk was erbij dat je dus ook een groter gezin werd, grotere huishoudingen. Je moest zorgen voor dus de huisvesting. En is er erg veel gebeurd. Maar ik denk ook, en de ceremoniemeester Henk Otters heeft het al aangegeven, dat u blij en dankbaar mag terugzien dat in al die jaren ook bij de SVN er mensen geweest zijn die zich voor deze vereniging en de heel goed. Heel goed. Ah, hele partner. Ik ben er hem staan eigenlijk. Van maatschappelijk belang dat we het vrijwilligerskader in de vereniging blijven ondersteunen. Om de problemen aan te kunnen. En blijven motiveren vrije tijd beschikbaar te stellen voor de jeugd, voor het goed functioneren van hun club. Meneer de voorzitter. Nogmaals, Denke, nogmaals, Borges, feliciteert u met die 75 jaar bestaan van de club. Door uw lidmaatschap. Volgende keer heb ik geen zorgen over de toekomst van de voetbalvereniging wat betreft de vaste normen en waarden. Het zijn uitgangspunten met het inbegrijpswaarde. Het is mij een eer en genoegen hier samen met onze regionale leden hier in Braag aanwezig mogen zijn en sluit af samen met het aanbieden van een cadeau in de vorm van de eindklas. En deze vlag, dat is een teken als altijd, geeft een teken van verbondenheid. Draaien. Hij is de eerste vlag die jij deelt. Schitterend, hè? Persoonlijk wil ik je bedanken voor het feit dat je onze jeugd betrokken hebt bij jullie jubileum. En dat vind ik
Ja, dat vind ik echt een prestatie die er zijn mag. Andere verenigingen betrekken bij jullie eigen festiviteit. En als ik het dan toch over goede verstandhoudingen heb, ik denk dat we de laatste jaren, zeker toen de privatisering om de hoek begon te kijken, elkaar steeds goed hebben weten te vinden. En ook meestal wel uit eenzelfde mond konden praten. En dan liet ik Henk maar praten, want die praat nog beter dan ik. En men zegt dat ik vrij aardig praat. Eigenlijk is dat ook alles wat ik wil zeggen. Behalve dan dat ik je namens het bestuur van de voetbalvereniging Hente Vruid van harte moet feliciteren met jullie 75-jarig bestaan. Ik heb al gezegd, de verstandhoudingen waren goed. Ik hoop dat in de toekomst de verstandhoudingen zo nog beter kan, nog beter worden, maar in ieder geval blijven zoals ze zijn. En ik mag je dan ook namens de voetbalvereniging Hente Vruid een envelop aanbieden. En dat bedrag dat bekijk je later zonder een keer. Dank u wel. Het van de Norris, daar zegt maar, een goed verstaander heeft een half woord nodig. En zo hoeft er ook te zijn. Ik hoop dat je dat allemaal nog kent. Van 91 mensen naar 48 door. Hoezo er dat toe? We hebben er altijd tijd voor. Heren, u kunt zo bekend zijn wie je voor hebt. Op de eerste plaats wil ik het bestuur en de leden feliciteren met een 75-jarig bestaan van de voetbalvereniging. Nu wordt er wel gezegd, ja, jij bent medeoprichter. Dat is helemaal niet waar. Want die oprichting gebeurde door ouderen. Ik was toen een broekje van 16 jaar. En het was ongehoord in Nietzij om in een café te komen voor een broek van 16 jaar. Zodoende, wij hebben dat anders gedaan. Maar ik was binnen die korte tijd, was ik met de voetbal in aanraking. En dat kwam wel door de vertegenwoordiging van het reclamezing. De nieuwe zogenaamde Lutz Hendricks. Hij was dadelijk lid van de voetbalvereniging. Hij had ook al eerder gevoetbald. En omdat ik naast hem stond, waar hij was klompenmaker toen, bij zijn vader, en ik moest klompenmaker leren, kon ik dadelijk met hem in contact. Daarom werd er na de oprichting, binnen de korte tijd, een wedstrijd vastgesteld. Maar binnen die wedstrijd was nog een plaats open. En toen werd ik gevraagd, wie zou daar nu moeten zijn? En dat was Bernard Heekamp of mijn persoon. Maar Bernard Heekamp was veel meer. Want ik was een groepje van 16 jaar. Ik was juist 16 jaar zo ik. Maar het lot, of het lot, maar de keuze viel op mij. En dat was de eerste keer dat ik meedeed in de eerste elftal van Emmen. Ik ben zodoende bijna 16 jaar in het eerste elftal van Emmen geweest. Met veel succes. Zodoende, dat is wat mijn aandeel in de voetbal. Ik hoop dat Emmen nog vele jaren zal blijven bestaan. Maar, zoals ik gehoord heb, is er een groot aantal leden in Emmen bij de voetbal. Maar het zijn allemaal geen voetballers. En in elk geval geen goeie. Maar, ik mis in Emmen nog wat. En daar zullen velen op zitten wachten. En dat is een atletiekvereniging. Want in de atletiek daar kan men zich op veel bij gebied bekwamen. Ja, dat is haast niet te tellen hoeveel onderdelen dat bestaat. Ik zou het bestuur, of zo, of misschien een te vormen bestuur, dat is echt in overweging willen geven. Daar hoor ik dat er enkele enten zijn uitgeweken naar een naburige atletiekclub.
wanneer je niet kunt schrikken en hier kunt bij de vereniging aansluiten, dan zou ik daar een grote stimulans vinden. Ik hoop dat dit door de mensen in overweging wordt genomen. Ik wil daarom, want ik ben niet zo goed met woorden, ik wil daarom eindigen. En ik hoop dat Hendrik in de toekomst veel succes zal gelukken. Want als ik het programma soms hoor, kan ik niet lezen, dan denk ik, zit daar nou Hendrik ook bij? En dan kunnen ze daar ook nog niet van winnen. En ik bedoel, dat hij lemelig wil. Ik denk zo wel meer van die organisatie. Als ik Hendrik bekijk, en ik heb niet gedacht, alleen maar dat wel. Nou, dan zie ik hier veel meer accommodatie als het daar misschien is. Maar hoe kan dat? Ik heb nog iets. Er zijn in de tijd enige spelers op proef geweest bij Twente. Daar zijn ze ook niet uit de verf gekomen. Wat dan de oorzaak? Nu zij ouder en sterker zijn geworden, hoor ik nog nooit echte grote, oefeningen of iets dergelijks. Ik ben blij dat ze vooruit zijn gegaan. Ik weet wel dat er een groot handicap is, om daar even kort op terug te komen. Ik zie voor de voetbal een groot handicap, en vooral voor hen die zondag moeten spelen. En dat is de disco. En die wordt bij nacht gespeeld. En als ik dan hoor hoe die benen moeten werken en hun hersens, dan denk ik, die komen zondag nog niet weer op orde. Die hebben maandag ook nog nodig. En wanneer ze dan ook nog moeten spelen, en nou denk ik dat er misschien enige zijn die zullen zeggen, ik stel mijn sport op de voorgrond. Maar ik geloof nooit dat ze het allemaal doen. Daar is nog meer. Ik kan hen een heel goed voorbeeld geven. Ik heb een kleindochter die werd bij Rijzenberg in de receptie. Die kon zaterdagmiddag verwelkomen voor Club Twente. Spelers, trainers en verzorgers. Compleet de hele elftal. Die kwamen later in de middag in totaal aan. Daar werd hen aangeboden een diner. En daarna gingen ze rusten. Dan moet je luisteren, als je nog spelers zijn. Om 10 uur in bed. Want zij sliepen ook in het slecht. In het hotel. Daar hebben ze wel een bedoeling mee, maar dat verklap ik niet. Zondagmorgen, niet blijven lui lekker in bed. Nee, vroeg lui en wandeling. Ik kwam er terug, er kwam een klein diner. En toen werd er afgewerkt een looptraining in de bossen rondom het hotel. Nadat die training was het inrukken wegwezen naar het Diepmansstadion in Enschede. Dan moesten de spelers zeggen, Sparta, die wedstrijd werd met 2-1 gewonnen. Vorig jaar verloren met 2-0. Dat waren mooie avonds. Ik weet niet of die spelers van het eerste of tweede of alleen zijn, maar
Wat Twente doet, kunnen zij niet. Maar ze kunnen het nabootsen. Op een veel goedkopere en weer makkelijke manier, maar wel in ieder geval. En daarom zou ik zeggen, jongens, denk er eens over na. En probeer eens de disco te vermijden en uw sport op de voorgrond te stellen. Dames en heren, hiermee wil ik eindigen en ik hoop dat het in de toekomst buitengewoon goed gaat. We missen vandaag iemand. Ik heb hier staan een graag geziene gast. Eigenlijk durf ik wel te zeggen, een vriend van de vereniging. En die vriend kan er niet zijn omdat hij ernstig ziek is. Dat heeft ons als vereniging diep geraakt. Want het is een man die nauw betrokken is bij het hele verenigingsleven in onze gemeente. En ook binnen onze Enterse gemeenschap. Mijn collega voorzitter, die net al had over goede verhoudingen, die zal dat, en er zitten nog meer collega's voorzitters toe van Enterse verenigingen en Wierdense verenigingen. Die zullen dat met mij eens zijn. Dit is een zware klap voor de Wierdense sport. Ik vind dat je op een dag dat je feest viert, hierbij stil mag staan. Nee, anders gezegd, bij stil moet staan. En we hebben gemeend om toch op een, ja, misschien wel bijzondere wijze, dat weet ik niet, blijk te moeten geven van het feit dat hij er niet is. We hebben namens de SVN een brief geschreven aan onze vriend Lieven. En ik heb het dringende verzoek aan of Lucas of iemand anders die misschien naar Wieren toe gaat, ik weet niet of Lucas dat zelf wil doen, om deze brief vandaag nog persoonlijk te overhandigen bij meneer Lieven. Hierin staat hoe wij tegen de zaak aankijken en wat we hem toewensen. En ik hoop dat het echt een klein beetje uitkomt wat erin staat. Als je deze brief wil meenemen, ja, heel fijn. Dat is het vervelende aan het begin van de vergadering, maar wij als bestuur hebben gezegd dat we daar zeker bij stil moeten staan. Goed, als ik zeg, je ziet het wel aan het jubileumblad, dan is dat maar één ding wat daar uitgekomen is, wat eruit springt. Want er is veel georganiseerd en het was allemaal fantastisch. Ik vind voor die kerels die avonden aan dit verhaal en dit gebeuren besteed hebben, vind ik dat een knettergaat applaus zeker op zijn plaats is. Heren en dames. Dan ga ik naar onze sprekers toe, Lucas Gertkaarten. Hij is wethouder, dat weten we. Maar wij zien hem hier toch veel vaker als voetbalmens dan als wethouder. Omdat hij gewoon in die 75 jaar dat de SV Enter bestaat, heel wat jaren met die club te maken heeft gehad. Maar Luc, ik ga nu toch naar je, Lucas, ik ga naar je praten als wethouder. Je begon over het sponsortijdperk, de financiën, de gemeente. Misschien ook wel een hoofdsponsor van de SV Enter. Jullie staan niet op het shirtje, maar we moeten samen wel zorgen dat het verhaal allemaal draaiende blijft. Daar hebben wij de gemeente keihard voor nodig. Dat is een keuze dat Enter vooruit niet kwam. Wij zijn gek met Enter vooruit en we weten dat Enter vooruit nog gek is met ons. We hebben een prachtig cadeau gekregen van de jeugdcommissie. Daar waren we stil van. En het kippenvel wat ik had aan het eind van de dag, al die ballonnen, rood en wit, ook door jullie jeugdleden de lucht in werden gestuurd. Het kippenvel komt nog een klein beetje terug. En ik heb erbij gezet, een korte toespraak kan soms een hele goede zijn. Want sommige mensen hebben inderdaad weinig woorden nodig om aan te geven wat ze bedoelen. Boertjes Jans. Ik... Thank you.
Niet meer in alle feestelijkheden hoeft te storen. Allereerst is een woord van dank op zijn plaats voor Gerard Linnens, die er vanavond voor gezorgd heeft dat we hier met z'n allen een fantastische wedstrijd konden zien. Ik vind voor Gerard een applaus op zijn plaats. Dan hebben wij afgelopen maandag een waardeloze avond gehad. Er was niks aan, het was niet gezellig, er waren bijna geen mensen. Het leek er niet op, maandagavond. Het tegendeel is natuurlijk waar. Het was maandagavond een fantastische avond. Ik ben maandagavond de vergadering begonnen met het feit dat ik hoopte dat het niet zo was, maar dat de kans bestond dat wij als bestuur fouten hadden gemaakt. En we hebben fouten gemaakt. Ik wil graag eerst hier naar voren hebben Jan aan de stem. Jan, het is maandagavond misgegaan. Je bent 25 jaar lid van de vereniging en we hebben je geen speeltje gegeven. Die tekortkoming wil ik bij deze herstellen. Want ik ga je nu officieel de spel overhandigen. Die hoort bij 25 jaar lidmaatschap van de SVF. En als het kan, vraag ik toch nog even om stilte. De zilveren speld, Jan. Je bent al heel lang actief binnen onze vereniging. De Club van 100. We hebben het vanmiddag gezien. Prachtig cadeau aangeboden. Ik hoop, Jan, dat ik je nog vele jaren op Krumpaten mag zien. En dat je de activiteiten mag blijven ontplooien die je nu tot volle tevredenheid van alle leden binnen onze vereniging doet. Ik spel je de speld van 25 jaar op. En wees er voorzichtig op, want hij is zo weg. Dan spreek ik over een categorie grote fouten. Kunnen zetten. Maar helaas, in de drukte, ontschoot mij hetgeen wat de man in kwestie mij vertelde. Martin Eckering werd maandagavond opgeroepen voor een speldje voor het 25-jarig lidmaatschap. Hij zei tegen mij, Henk, dan heb ik al een hart op het 60-jarig jubileum. Als je dan een klein beetje kunt rekenen, 60, 75, 15 jaar erbij, dan hoort daar een spel bij van het 40-jarig lidmaatschap.
We kennen Martin allemaal. Vorig jaar samen met Jo leider van het B-elftal. Nu, godzijdank leider van onze A-jeugd. Martin vatte het sportief op. En hij zei van, ik weet dat je je kunt vergissen. Ik vind dat een van de beste eigenschappen van mensen. Dat je accepteert dat anderen fouten maken. Omdat je waarschijnlijk weet dat je zelf ook wel eens wat fout doet. Martin is binnen. En ik heb extra gewacht dat hij de extra was. Ik zie hem helemaal achter in de zaal zitten. Maar Martin, hebben we nou echt gebeurd? Ik wil hem graag hier aan mijn vuur doen. En ik vind een geweldig applaus voor Martin en zijn paard. Goedemorgen, meneer. Ik heb je al gezegd, vorig jaar de B-jeugd, dit jaar voor het eerst weer een A-jeugd. En wij zijn heel erg blij als bestuur dat we twee van dit soort leiders bij dat soortje ongeregeld wat er achter in de zaal zit hebben gekregen. Maar daar komt er misschien nog iets van. En je hebt ons beloofd als bestuur, samen met Jo breng ik ze op voor de A-selectie. Ik hoop me Martin dat dat doormaakt. Maar dit speeltje van het 40-jarig lidmaatschap van de SVM heb je dubbel in was verdiend. De foto van maandagavond kunnen we niet overdoen. Maar ik beloof je, en je weet als ik iets beloof, kom ik het ook na. Ik beloof je dat we een nieuwe foto gaan maken. En dat komt helemaal niet slecht uit, want één van de andere 40-jarigen is nog op vakantie. Wij gaan straks alle 40-jarige leden uitnodigen op Knoop Batten. En dan gaan we er een mooie foto van maken. En dan heb je de eerste twee pilsjes van het bestuur met elkaar. Ik spel dat hier nu. En nogmaals mijn dank dat je maandagavond bijzonder sportief hebt opgevangen. En dan kom ik nu. Dan kom ik. Want als vereniging mag je leden benoemen tot lid van verdiensten of tot erelid. We hebben maandagavond al een kleine afwijking gemaakt door twee dames te onderscheiden met een broche in de hoop dat ze die met veel plezier zullen dragen en dan terugdenken aan hun SVR-top. Ik heb vanavond gezien dat de broche er ook op zit. Hij zit er mooi op. Maar er zijn nog twee mensen die we graag willen onderscheiden. Twee mensen die in onze hechte vriendenclub, zoals wij dat met elkaar zijn, een hele bijzondere plek innemen. Twee mensen die heel veel op Knoop Batten schrijven. Twee mensen die door de vereniging op handen gedragen worden. Twee mensen, en als het kan jongens, wees even stil. Het zal natuurlijk spannend zijn, wie zijn nou die twee mensen? En ik denk dat ik ze maar gewoon hier naar voren toe haal. Elke zondag zie je ze naast de dugout. De hele week door zie je ze op Knoop Batten. Er is geen feest mogelijk of onze vrienden Mike Broekamp en Angelique zijn aanwezig. Wij gaan staan, want wij gaan ze benoemen tot zeer trouwe supporter van de FVM. Lieve schat, gaan we even zitten in jouw stoel. En als man, Mark en Angelique. En als Mark en Angelique geëerd worden, omdat ze er elke week zijn, dan moet ik natuurlijk al die mensen die ervoor zorgen dat ze er elke zondag kunnen zijn, die moet ik natuurlijk ook noemen. Want wat zijn ze zonder ouders en zonder vrienden die ze meenemen elke week naar de voetbal toe? Wat zijn ze nadrukkelijk aanwezig? Wij hebben een hele speciale speld laten ontwikkelen en daar staat op, trouwe supporter SV Enten. Het is niet omdat je in de stoel zit of je niet goed kunt bewegen.
Nee, het is erom omdat je er altijd bent. Of het nu goed gaat of slecht gaat. Of het nou mooi weer is of slecht weer is. Altijd zijn jullie er. En ik wil jullie dan ook met groot plezier de speld opspelden die hoort bij een super trouwe supporter van de SVN. Maar je moet me één ding beloven. Blijven komen bij de SVN. Maar, en je weet hoe het zit, hè, Mark? Wie gaat ervoor? Een man of een vrouw? Wie krijgt er eerst wat? Een man! Oh! Nee, Mark, die weet dat wel. Een vrouw. En ik moet echt zeggen, we hebben het er in het bestuur over gehad. We hebben het met de vaders en moeders overleg gehad. Wij vinden het gewoon horen bij het 75-jarig jubileum van onze vereniging. Deze mensen horen er bij ons gewoon keihard bij. Ze zijn er altijd. Angelique, ik ga met jou beginnen. Ja, dan kus je de krie, dat beloof ik. Dan word je niet achteraan. En je weet maar, de vuurzinnen, de vriend, de Ralsdorf. Maar dat doen we elke zondag. Ik doe hem nou even op, maar straks haal ik hem even, dan moeten ze hem er even eraf halen, want ik weet niet of hij nou helemaal goed blijft zitten. Leg even de microfoon neer. Klaar is Angelique. Dat is de spel voor jou. En nou krijg je de dikke kus. Ja, 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 ja. Hartelijk gefeliciteerd, lieve schat. En voor jou een bos bloemen erbij, want bij feest horen bloemen. Ik geef ze aan jou en je moet maar zorgen dat ze een mooi plekje krijgen op die kamer. En denk erom dat ik nog zit te wachten op de rood-wit theedoken. Maar dat heb je nog steeds niet af. Maar voor jou heb ik natuurlijk ook een. Ik ga even zoeken, want hij valt eruit nou. Oh, kusje. Van mij een kusje, hè? Mike, moet je een kusje, hè? Nee? Nee. Voor jou wel te spelen. Ik zal hem hier doorheen doen. Jij houdt de microfoon even vast. Allebei onderscheiden. En ik vind gewoon een keihard applaus voor deze presentatie. Nee, maar gewoon... Gadverdamme, mooi ding! Oh, Ruudje, Ruudje! Ruud en ik!
enkel. Maar. Nee, dat is even verkeerd, dat is even verkeerd. Als broeder zou ze zeggen, ik ben jaloers. Skeef. Thank you.
Deze en nog enkele van de volgende dia's in een beschikbaar gesteld door Jan Brink. Terug naar het voetbal. Terug naar NTE 3-0. Seizoen 63-64. Nooit waren we zo dicht bij een kampioenschap dan durfde in dat na 9 wedstrijden zag de standenlijst er als volgt uit. De enige nederlaag was in en tegen Marklo. Hun keeper Helga Verheerden schoot en bekend. Het is alweer 33 jaar geleden, dus lang niet bij iedereen zo bekend. Wat was er gebeurd? Het bedrijf. Einde seizoen 1963-64 werd gespeeld de wedstrijd Ente 3 omhoog 2. Ente 3 speelde met een ongerechtigde speler, te weten Benny van Koesant. Benny woonde destijds tijdelijk in de profiel op het voetbalveld. Dus erg gemakkelijk als er eens een speler tekort was. Ente met 1-0. Einde kampioenskansen voor omhoog 2. De wierdenaren protesteerden en maakten de zaak aanhangig bij de bond. Johan Kamphuis, leider van Ente 3, verklaarde dat Benny niet gespeeld had. Omhoog en de bond lieten daar niet bij zitten. Uit solidariteit met leider Kamphuis legde ook het bestuur en tenslotte het hele derde elftal valse verklaringen af. November van datzelfde jaar, november 1969, de vlag in top. De nieuwe accommodatie op Sportpark Kropatte wordt feestelijk in gebruik genomen. Het nieuwe clubhuis, half zo groot dan nu, maar toch. Wat waren we er trots op destijds? Een feestelijke stemming alom. Is het bij de bouw heel bijzonder verdienstelijk had gemaakt in Bert de Scheets. We schrijven zaterdag 22 november 1969. Daar staan Harry Kraken en Benny ten Berge. Voor Bertie Brama, Hans Bekhuis, Gerry Kamphuis en Hans Polkel. Tienenberg, Henk Michielsen, Gerrit Otten, Theo Brinks, Jan Heren, Henk Kamphuis, Gerre Slag, Gerard Slag en Herman Kerkhoff. De verhuizing naar Kropatte zorgde voor een explosieve stijging van het ledental en dus ook van het aantal elftallen. Speelden we achter de kerk nog met 3 elftallen, op Kropatte werd in de 1902 eindigde toen in de 4e klas onderaan gelijk met Nijverdal en Langeveen. In de beslissingsronde speelt Ente 1977 degradeerde zowel Ente 1 als ook Ente 2. In 1978 kwam Ente 1 zelfs in de 2e klas TVW Kosk in Roomas, die we helaas verloren, waardoor promotie naar de 4e klas weer een jaar werd uitgesteld. En hier de dames, mevrouw Olde-Olthof, mevrouw Brinks, mevrouw Veldhuis en mevrouw Kamphuis. En hier wordt de oud-voorzitter onderscheiden door wat in 1982 de voorzitter was. De oude garde was er ook bij, respectievelijk Boertjes Jans, Beneveld Schaats, Bolsjes Hendrik, Klokstelen, Boon Haan en Gedien Haan.
links naar rechts. Nee, want ze niet allemaal. Alleen haar mondhoek, want die waren we in het jubileumboekje vergeten. Die staat er ook op. En toen kwamen de sportieve successen. In de vierde klas en promotie naar de derde klas. De duckout maakt zich op voor het feest. De dames zijn er ook aan toe. Diane, Diane. Grote vreugde alle. Op 16 juli 1985 hadden we Ajax op de zomer. Leuke wedstrijd, leuke stemming, veel publiek. De foto vooraf en beide teams. Het publiek. De handtekeningen. Hans Polko, superstar. De technische staf met van links naar rechts Spiets Koon, Cor van der Hart, Tony Bruin Slot en de maestro himself. Een spelsituatie. En nog eentje. Bijzondere gasten hadden we op Koen Patten ook. Evert van Benten. Ik weet eigenlijk niet bij welke gelegenheid. Benny Dreierink. Bij het onderhoud op Koen Patten. Niemand heeft de eeuwige jeugd. De meest fervente supporter, Bosjan. Nooit te beroerd om de scheidsrechter van een goed advies te voorzien. Dat je die laatste promotie ook lukt. Ons enige geritterde lid, Gerard Slag. Hier nog op de oude locatie aan de Goorseweg. En natuurlijk mag op zo'n diaclonbuurt van de SVMD Johan niet ontbreken. Altijd redden, altijd regelen, altijd in de weer voor ons aller SVM'er. Johan doet geweldig. Daar willen we je allemaal graag even laten horen. Thank you.
Ja, ja, ja.